Hallo, vandaag gaan we dus touwen, brood gaan we maken op basis van zuurdesem. En zuurdesem is eigenlijk de voorganger van het gist. Het geeft een iets andere smaak, het is een andere werkwijze en het grote nadeel zou kunnen zijn dat het rijzen van het brood gewoon veel langer nodig heeft dan het brood met behulp van gist. Nou, hoe hebben we het zuurdesem gemaakt? Zoals je dan al voorheen hebt gezien, zijn we begonnen met een 50 gram meel. Daar hebben we 50 milliliter water hebben we daarbij gedaan. Dat hebben we goed gemengd. Dat hebben we iedere dag opnieuw. In een ander bakje hebben we weer opnieuw 50 gram meel met 50 gram water gemengd. Daar hebben we het zuurdesem, wat we al eerder gemaakt hebben, weer bij gedaan. En vervolgens het bakje gewoon goed schoongemaakt, niet met zeep, als je het met zeep doet, goed naspoelen met warm water en dan vervolgens weer terug doen. Na verloop van een paar dagen heb je dan voldoende zuurdesem om daar een brood van te gaan bakken. En je ziet eigenlijk dat ook het zuurdesem begint te borrelen. Daar zie je af en toe zie je daar wat luchtbelletjes uitkomen en je ruikt het ook gewoon eraan. Het ruikt wat zuurig, zoals het ook al zegt. Het is vrij slap. En waar je wel rekening mee moet gaan houden, dat op het moment dat je een recept gaat maken en je gaat de gist eruit halen, dat je dan zuurdesem gebruikt. Je moet daar rekening mee houden, omdat je de helft water, de helft bloemen of de helft meel hebt gebruikt, dat je dus minder meel moet gaan gebruiken en minder water moet gaan gebruiken. Want dat zit in feite zit dat al in de zuurdesem. Nou, wat heb ik nu gepakt? Ik heb een mengeling gemaakt van volkorenmeel en gewone bloem. Dat gaan we zo meteen samen vermengen met de zuurdesem. Bij het meel gaan we nu de zuurdesem erbij doen. Als je nou de zuurdesem niet direct, als je voldoende zuurdesem gemaakt hebt en je wil nog geen, of je hebt de tijd nog niet om het brood ervan te gaan maken, dan kun je zuurdesem ook nog heel even bewaren in de koelkast. Dan hoef je het niet iedere dag opnieuw, hoef je daar meel en water bij te doen. Dan kun je er gewoon mee van staan om dat een paar dagen te laten staan. Dan doe je het bijvoorbeeld eens in de week, doe je er wat meel en water bij. Maar je moet wel op een gegeven moment meel en water uiteindelijk erbij blijven doen. Want doe je dat niet, dan gaat de zuurdesem dood. En dan heb je er niks meer aan en dan gaat hij ook bederven. Nou, we hebben dus nu de zuurdesem erbij gedaan. We gaan een heel klein beetje bastardsuiker gaan we erbij doen. De boter. Vandaag gaan we roomboter gewoon gebruiken. En het zout laten we nog heel even eruit, want daar geldt hetzelfde voor als voor normale gist. We gaan daar water gaan we erbij doen. Ik heb water van 30 graden gepakt om de deeg in ieder geval een behoorlijke temperatuur te geven. Ik doe niet alle water doe ik erbij, ik wacht heel even. En we gaan dat nu in eerste instantie gaan we dat 2 minuten rustig gaan we het mengen. De deeg heeft nu een paar minuten gewoon gemengd. Ik ga nu ook de boter gaan we erbij doen. En ik ga het zout gaan toevoegen. Wat je straks zult merken is dat het kneden of het rijzen van het deeg, dat zal echt vele uren zal dat gaan kosten. Heb je die tijd niet, dan zou je eventueel een heel klein beetje gist aan het deeg kunnen toevoegen, een gram of 10. Dan zul je merken dat dat in ieder geval het rijzen een stuk gaat bevorderen. Nou, ik heb de boter en het zout erbij gedaan en we gaan nu even gewoon nog een minuut of 6, 7, gaan we nog even stevig doorkneden. Het deeg heeft nu voldoende lang gekneed. Ik heb het dus 2 minuten en heb ik het rustig gemengd. En daarna nog een minuut of 6, 7 heb ik het flink doorgekneed. En je ziet het is gewoon één geheel geworden. Ik heb alle water heb ik erbij gedaan. Ik had zelfs nog een heel klein beetje extra water nodig. En je zult zien, het laat sowieso laat het los in de kom. Het kan wel een heel klein beetje plakken, maar dat zal in ieder geval door de hoeveelheid, de aantal keren dat het gerezen gaat worden, zal het ook wat minder worden. Het zal toch wel wat uitdrogen. We gaan het nu in eerste instantie gaan ik het uit de bak halen en we gaan het gewoon op een handdoek. En waarom leg ik het op een handdoek? Dat heb ik u al eerder verteld. Mijn aardrijkblad is redelijk koud en ik wil eigenlijk een beetje voorkomen dat het mijn deeg te zeer gaat afkoelen. Daarvoor leg ik er even een handdoek onder. Ik ga er nu een stuk plastic over leggen. Ik laat het 20 minuten. Laat ik het in eerste instantie laat ik het even rijzen. Het zuurdesem heeft nu, althans het zuurdesem deeg, heeft nu in een minuut of 20 even kunnen rusten. We gaan het, ik maak er 2 broden van, dus ik ga het heel even wegen om een beetje gelijke hoeveelheid brood te krijgen.
Er zal iets meer moeten gaan worden. 9, 18, 9, 50. Ja, dit wordt al. Dit is genoeg. Nou, we gaan dit brood gaan we in principe gaan we op dezelfde manier opbollen als wat we het eerder al gedaan hebben. We rekken het een heel klein beetje uit. We vouwen het een beetje dubbel. En we gaan het voorzichtig gaan we het opbollen. En het is ook de bedoeling dat het dus ook weer op spanning komt. De eerste keer is het niet zo heel erg belangrijk. We draaien het gewoon om. En het slot weer naar boven toe. En we gaan het nog een keertje gaan we het opbollen. En nu is het dus het definitieve. Ik gebruik geen vingers, alleen de duimen. Daarmee bol ik het op. Een beetje bloem aan de onderkant. Dat plakt hij niet zozeer. Het laatste stukje gaan we wat platter maken. Zodat het slot een beetje mooi recht gaat worden. En we gaan het verder opbollen. Nou, het slot zit dus nu aan de onderkant. Ik ga er een topping ga ik er aanbrengen. Ik ga het ook zo meteen in het mandje leggen. Ik doe hem heel eventjes door een zaadmix ga ik hem leggen. En ga vervolgens leggen we het gewoon op de kop met het slot naar boven toe in het rijstmandje. Nou, de broden zitten dus nu in de rijstmandjes. We gaan ze nu rustig op een warmere plaats gaan we ze wegzetten. Ik dek ze heel een beetje af met wat plastic. En ga ervoor zorgen dat ze minstens 2 keer zo groot zijn geworden. Wat ik al van tevoren aangegeven heb, het kan gerust, kan dit vele uren gaan duren. Omdat, ja, het is zuurdesem en zuurdesem werkt iets minder snel dan gewone gist. Dus heb geduld en laat het gewoon rijzen zoals het hoort te zijn. Nou, zoals je ziet zijn de broden behoorlijk gerezen. Voor mij zijn ze groot genoeg nu in ieder geval. Ik ga ze voorzichtig, ga ik ze ook weer. Ik heb nu weer een bakplaat, daar heb ik wat griesmeel overheen gedaan. Daar gaan we ze in ieder geval op bakken. Ik ga de broden voorzichtig. Ga ik ze omkiepen en op de bakplaten leggen. En dan ga ik ze in de oven die inmiddels voorverwarmd was. Die gaan we ze nu afbakken. Ik zie hier even iets op het brood zitten. Dat moet er vanaf. Oké. Ik doe er nog heel even wat water bij op de bodem. Voor wat extra stoom. Oké, het brood is nu zover klaar. Eventjes, dat komt van het griesmeel. En zoals je ziet, zijn het mooie broden zijn het geworden. De recepten staan onder de filmpjes. De ingrediënten, vind je het leuk? Like het heel eventjes. Heb je suggesties of vragen? Ik hoor het heel erg graag. Smakelijk eten en tot een volgende keer.